Mijn naam is Nick van der Linde. Ik ben korporaal bij Brandweer Eindhoven. Ik ben brandweerman geworden. Dat is uiteindelijk al van in jeugdjaren is dat al iets waar ik mee bezig was. Je wilt er staan voor de bevolking. Het is uiteindelijk een beetje een levenswijze. Tijdens deze maanden zijn de wispen heel actief. Dat verergert nog naarmate de zomer vordert. En zijn wispennesten echt wel een probleem binnen de stad zelf. De wispennest op zich is niet zo gevaarlijk. Je hebt alleen het ongemak als ze steken, je hebt irritatie. Maar voor de rest valt het eigenlijk wel mee. Tenzij dat je natuurlijk allergisch bent, ja, dan kun je een allergische reactie opdoen. Verder, het is best dat je zelf niet aan een wispennest begint met de verdeliging ervan. Dat is een cocoon. Als je naar beneden valt, openscheurt, dan kunnen die massaal aanvallen, waardoor dat je in een anafylactische shock kunt gaan. Het is belangrijk dat een Eindhovenaar, als hij een wispennest vindt in zijn nabije omgeving, dat hij het overlaat aan Brandweer Eindhoven en wij zullen het dan op een bekwame manier verdelen. Als een Eindhovenaar een wispennest heeft, dan moeten ze het e-formulier invullen op de website van de stad Eindhoven. Op die manier ontlasten ze de noodnummers en om dringende interventies in de weg te staan. Het is ook wel belangrijk dat een Eindhovenaar weet dat de wispenbestrijding dat volledig gratis is. Wat te doen met wespen of wespennesten? U vindt de antwoorden op antwerpen.be.